Fijn dat je kijkt. Dit is Let's Talk Plastic, aflevering 3. Maar we beginnen zo meteen met professor Martina Vijver en een uniek onderzoek waarmee zij bezig is, waarbij ze de sloot expres vervuilt met microplastic. Waarom doet ze dat? En wat hoopt ze ermee aan te tonen? Maar als eerste... Dit is een blokje waarbij we het nieuws van afgelopen maand even snel bespreken. En ik wil Martina Vijver alvast deze kant op vragen, want die mag daar zo meteen op reageren. Wetenschappelijk artikel in de PNAS, een hoog wetenschappelijk tijdschrift. Daarin werd aangetoond dat die plastic in de atmosfeer, hè, we wisten natuurlijk dat plastic overal al te vinden was, van de Himalaya tot aan de... Oh, hier is Martina Vijver, kom zitten. Heel fijn. We wisten natuurlijk dat plastic al te vinden was van de Himalaya tot in de Noordpool. En wat we zien in dit onderzoek is dat het echt in de kringloop zit. En dat het ook afkomstig is, 11% maar liefst, van plastic dat in de zeeën te vinden is. 80% is overigens afkomstig van bandenstof. En dat cirkelt dus over, al in een kringloop over de aarde, dwarrelt soms neer, maar wordt daarna weer meegenomen in die kringloop. Bij mij aangeschoven is Martina Vijver, ecotoxicoloog, professor ecotoxicologie hier aan de Universiteit Leiden. Jazeker, het meeste onderzoek wat er gebeurt is heel vaak in een laboratoriumsetting. In die witte jas, dus maar jij hebt je laars precies, aan. Precies, ja. En we weten dus ook wel dat micro- en nanoplasticjes worden opgenomen door organismen. Er is recentelijk ook een studie uitgekomen dat het heel veel in planten terechtkomt, als een soort Houdini-act naar binnen gaat door de worteltjes. Maar dus dat is in een laboratorium. En dan? Dat is altijd in een laboratorium. We weten ook dat het bij zebravissen opgenomen wordt, bij slakken en dergelijke. En we wilden eigenlijk kijken van, ja, doet dat ook buiten, in het echte milieu? Dat we dan nabootsen uiteindelijk, hè, want het zijn wel afgesloten sloten. Maar het regent er, het is er koud. We hebben heel veel verschillende organismen, gewoon het waterleven. Er zijn predatoren ook, hè? Dus natuurlijk zeker. Dieren die achter die slakjes en achter die watervlooien aangaan. Zeker, zeker. Ja, heel dus anders dan in het laboratorium, waar ze gewoon... Ja, al die beesten worden daar natuurlijk gewoon gepamperd eigenlijk, denk ik. Ja, 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 dus we willen gaan kijken van, goh, nemen ze nou ook specifiek die plasticjes op? Zien ze dat als voedsel aan of juist niet? Nou, naast het kijken van, wordt het opgenomen, willen we ook kijken, wat zijn dan de effecten? En we weten van nanoplasticjes en van microplastics ook dat er veel opname is, hè, ook in het menselijk lichaam. Ja, maar ja, we weten ook dat we enorm veel uitpoepen, hè, dat het in de maar we weten toch ook dat het inmiddels in de placenta zit en in ons bloed? Ja, er zijn enkele deeltjes daar ook gevonden. Hè. Het meeste gaan we gelukkig uitscheiden en er blijven stukjes in het lichaam. Nou, wat doet dat dan? Dat is dus ook een vraag. En dan vooral voor het hele water-ecosysteem. Ja. Dus ook daar in het laboratorium weten we dat bijvoorbeeld zebravissen, hebben we gezien, dat die de stress kregen doordat er nanoplastics in hun alvleesklier zaten. We zagen dan ook dat ze eigenlijk problemen kregen met hun glucose, dus suikerhuishouding. Ja. Dan kregen ze stress en dan gingen ze hyperactief gedragen. Maar dat gaat echt om de allerkleinste deeltjes, hè? Ja, dat gaat door de allerkleinste deeltjes. Nou is dat heel erg van belang, want die komen juist voort natuurlijk uit de grotere plastic deeltjes. Maar alles brokkelt af natuurlijk. Ja, en zelfs al zou je nu stoppen met dus plastic vervuiling, dan nog zul je hele lange tijd in het milieu de micro- en de nanoplastics houden. Ja, zelfs al zouden we helemaal stoppen nu met plastic, en dat is natuurlijk ook dat PNAS-onderzoek wat ik net aanhaalde. Het is zo persistent, het blijft altijd bestaan komen. En het wordt alsmaar kleiner. Ja. Wat is nou zo, hè, dus je vertelt al, wat is nou het effect van die microplastics juist in die, hè, wat verwacht je als je dat microplastic toevoegt aan die sloot? Ja, ik geloof wel dat je onderzoek daarna gedaan hebt, hè? Ja, maar ik ben er ook wel heel erg benieuwd naar, hoor. Want er zitten dus in deze sloten die we nu gaan testen, zitten 140 verschillende organismen. Dus het is niet één soort die we dan gaan volgen. Ja, dus wat voor soort organismen dan? 140? Ja, dus allerlei verschillende rotiveren, kleine kreeftjes, kleine insecten, allemaal larfjes. Eén ecosysteem eigenlijk. Juist. En ik wil eigenlijk wel weten, welke beesten nemen nou extra veel op? Of welke
bevatten zoveel dat en scheiden dat niet meer uit. Dat kunnen we wel buiten nu gaan bekijken, in plaats van dat we dat binnen met één al geselecteerd beest gaan bekijken. Ja, ja. Dus ik ben echt wel benieuwd waar het gaat zitten en wat het gaat doen dus voor een heel netwerk aan beesten. Ja. Ik heb eigenlijk twee vragen komen in me op. Ten eerste, die beesten die buiten zijn, die zijn allemaal op elkaar afgestemd en dat is toch survival of the fittest. Dus als je er dan plastic aan toevoegt, hè, dat heb je ook al gezien, toch? Dat die stress uiteindelijk toeneemt in zo'n... Zeker, dus die nemen in stress toe. En ik wil eigenlijk weten, welke valt dan uit eigenlijk? Ja, en als er dan beesten uitvallen, geeft dat dus ook weer een cascade, zo'n domino-effect. Want dan valt ook een ander uit. Ja, ze hebben allemaal een relatie met elkaar. Ja. Nou, daar wil ik een beetje naar gaan kijken van, goh, hoe zit dat nou in elkaar? En ik denk dat er zijn natuurlijk altijd andere onderzoekers ook op de wereld. Dus wij leren veel van anderen. Maar dit is toch wel een beetje uniek om te kijken van, goh, wat doen we nou? En kan ik dit buiten ook nog traceren? Ja. Wat is het gevaar van plastic? Of plastic is overal, hè? Je hebt het gehad over persistent en bioaccumulatief en toxisch. Ja, om stoffen of materialen te classificeren gebruiken we eigenlijk een aantal criteria. Persistentie is één daarvan, dus hoe lang blijft het in het milieu? Ja. Nou, en dat met plastic is dat enorm. Ja, dat is enorm, dat is jaren. En zeker als het pijpjes of iets dergelijks zijn, dan zit je zeker op tientallen jaren. Zelfs bioplastics blijven, dat is een factor 10 korter in het milieu. Maar uiteindelijk blijft dat dus ook heel lang nog in het milieu. En valt dat ook in kleine deeltjes uit. Dus dat is één van de criteria, persistentie. Het tweede criterium is, wordt het opgenomen en is het bioaccumulatief? Dus wordt het niet meer uitgescheiden? Nou, bij de mens hebben we dan gezien dat heel veel uitgescheiden wordt. Ja. Alleen het feit dat er ook stukjes achterblijven en we weten niet wat dat doet, dat geeft dan een toxische druk. Ja. Nou, voor plastics heb je dan plastic. Toxisch giftig, hè? Giftig, ja. En je hebt dan het deeltje wat iets kan doen, maar je hebt ook de chemische stof die met het plasticje... Ja, want we hebben het nu eigenlijk alleen maar over de polymeer, het plastic zelf eigenlijk. Ja. Hè? Niet de stoffen die toegevoegd zijn aan dat plastic om het... Nou ja, buigzaam te maken. Of maar als je al weet dat in die verpakkingen, hè, om dus inderdaad dat vlees bijvoorbeeld te verpakken, er zitten ongeveer 400 verschillende chemicaliën die erbij ingemengd kunnen worden. Dus dat gaat over grote hoeveelheden. Nou, dat loogt ook, hè, dat lekt ook uit. Ja. Het zit er niet allemaal in natuurlijk, maar dat kan er allemaal in zitten. Dus ook daar moet je goed naar gaan kijken. Ja. Mooi. Wanneer start jouw? Wanneer start dit? Is het uniek? Gisteren, zeg ik. Nee, we starten eigenlijk heel snel. Volgende week al. We zijn al aan het prepareren. Dus vooraf moet je natuurlijk de sloten schoonmaken en allemaal gelijkmatig hebben. Omdat je toch een laboratorium setting buiten gaat inbrengen. Dus we zijn nu al bezig met het maaien en met de waterplanten gelijkmatig verspreiden over de sloten. En dan daarna gaan we met alle studenten daar hard aan werken. En hoe uniek is dit, is dat onderzoek van jou? Zijn er andere voorbeelden van dat ze dit zo hebben gedaan? Ja, ik denk er zijn wel andere voorbeelden. Bart Koelmans van de WUR, van de Wageningen Universiteit, heeft ooit een keer een mesocosm, zo heet dat, een buitenstudie gedaan. Hij heeft toen 2 of 3 locaties gekeken. Wij kijken straks naar 36 om het ook een beetje als een laboratoriumopstelling nog weer te gaan vergelijken. Dus dan kunnen we ook verschillende doses, verschillende grootte aan microplastics en nanoplastics toevoegen. We gaan wat meer kijken naar de mechanismen. Dus ook met de biofilm, dus algen en schimmels. Daar gaan we naar kijken. Bacteriën, dus ook de kleine dingen gaan we meenemen. En ik denk dat dat belangrijk is, want juist bij plastic is ook een oppervlak waar weer algen en schimmels en microben aan gaan zitten. En die brengen dan misschien wel weer het plasticje in het beestje, omdat dat denkt dat het eten is. Ja. Dus ik wil wel de hele keten bekijken. En dat is denk ik ook van, ga je ook van deze marswikkels toevoegen? Ja, die mogen wij niet hebben. Eén sloot. Eén sloot voor de marswikkel. Ja, precies. Dat zou leuk zijn, maar dat gaan we net niet doen. Maar het is wel mooi. Ja, en als mensen dus, ik weet niet of het mag hoor, maar als mensen dus naar Leiden komen, stel, en ze fietsen naar Katwijk, dan kunnen ze dus, als ze langs achter de Corpus langs fietsen, dan zien ze daar die 36 slootjes. Zeker. En dan weten ze, dat zijn de slootjes van
Martina Vijver. Zeker. Nou, dat is toch leuk om te weten. Dus ja. Kom naar Leiden, ga naar het strand en fiets er langs. En je kunt ons ook volgen op Facebook. Misschien is dat handiger. Heel, heel goed, heel goed. We zoeken de link op en we zetten hem in de chat. Hartstikke goed. En dat brengt ons ook direct op de chat. Dus ik ben erg benieuwd. Zijn er vragen binnengekomen? Ja, Joelle. Er zijn zeker vragen binnengekomen. Nemen jullie ook bioplastic en composteerbaar plastic mee in het onderzoek? Ja, uitstekende vraag. Ik neem het toevallig niet mee. Ik maak zelfs typisch plastic om te volgen. Dus ik heb het op laten zwellen en er zit een europiumkern in. Dus dan kan ik hem ook nog traceren met bepaalde meettechnieken. Dat vind ik dus belangrijk om te willen weten in welke organismen zit het, in welke beestjes zit het. Maar wat we wel weten van andere wetenschappelijke studies is dat bioplastic eigenlijk een factor 10 sneller degradeert. En het zal zich niet anders gedragen. Het gaat alleen sneller, hè? Dus daar kunnen we dan naar extrapoleren. Maar dat doe ik niet specifiek zelf onderzoek naar. Ja, en dat die europiumkern, hè, want je raakt er natuurlijk wel iets aan iets wezenlijks. Die europiumkern, het feit is natuurlijk, plastic is een koolstof, net als wij allemaal belangrijk deel van koolstof zijn. Dus probeer die allerkleinste deeltjes maar eens aan te tonen. En daar heb jij dus een oplossing voor gevonden. Juist, dat is een beetje de kern. Ik kan niet zomaar plastic overal in complexe weefsels vinden, want dan herkennen we het niet als zijnde gewoon koolstof van onszelf of van de polymeer. Dus vandaar dat wij hem hebben laten opzwellen en daar een europiumkern. Nou, dat is een lanthanide, die kunnen we oppikken met een meetapparaat, zeg ik maar even. Ja, maar ja. Met ICP-mes. En, ja. En vervolgens kan ik hem dus traceren op de nanometer van waar zit het en hoeveel zit er in elk beestje. En wanneer gaan we dit allemaal van je horen? Ja, nou ja, het gaat, ik denk 4-5 maanden lopen, dit experiment. Dus zo lang zul je moeten wachten. Nou, dat valt mij mee. Maar dan hebben we dan volgend jaar het, resultaat. Zeker, wel eerder, dat weet ik zeker. Want ja. We gaan het in juni ongeveer starten en dan is het 4-5 maanden. Dus dan hebben we de eerste resultaten, zeker voor de winter. Nou, dat is echt geweldig. Ik ben echt hartstikke benieuwd wat jullie gaan vinden. Echt uniek. En ik wil je hartstikke bedanken voor je komst naar de studio. En we houden vast contact. Dankjewel, gaan we doen. Martina. Dankjewel. Tot volgende maand. En abonneer. Dank jullie wel. Dit was